Een opvallend tafereel rondom het ruiterskwartier vandaag. Veel jonge studenten netjes in pak, pratend in allerlei verschillende talen die zich in en bij de harmonie ophouden. Vandaag houdt de Hotel Management School van Stenden een zogeheten industry fair. Een beurs waar studenten die een stageplek zoeken in contact worden gebracht met bedrijven. Dat levert een internationale mix op. Dat klopt. We hebben meer dan 60 bedrijven hier vandaag uh, die zich uh, presenteren aan onze 900 studenten. En de bedrijven komen uh, inderdaad over de hele wereld. Het is van Amerika tot Australië, Bali, maar ook hier uit Leeuwarden staan bedrijven uh, uh, zichzelf te representeren voor de studenten. Ja, exact. Er wordt niet alleen geluisterd naar presentaties op de beurs, maar studenten doen ook actief mee om zo een goede indruk achter te laten bij het bedrijf van hun droomstage. De Industrie Fair van Stenden is daarom een van de grootste beurzen van Nederland in zijn soort. En dat is best uniek. Ja, het is uniek in zijn soort dat we de grootste stagebeurzen uh, eigenlijk uh, voor de Nederlandse hotelscholen organiseren. Uh, het is uniek in die zin dat, um, dat ze zowel op de fair elkaar spreken. Er zijn company presentations, zo wordt dat uh, genoemd. Dus de bedrijven houden zelf ook presentaties. Daar kunnen de studenten zich voor inschrijven. En als derde is er ook nog de mogelijkheid tot een speedate. Dat is van tevoren uh, hebben de studenten zich daarvoor kunnen inschrijven. Die willen dan even een één op een gesprek. Niet op de ver, maar rustig op een andere locatie. Het is eigenlijk een, uh, een iets verdiepende kennismaking uh, met elkaar. Het is, het is niet echt een sollicitatiegesprek, daar gaat het wat. Uh, hè, dat komt dan later. Uh, een speedate is echt de kans uh, voor een student om zichzelf ook uh, te laten zien aan het bedrijf waar hij interesse in heeft. En hoewel de hotelwereld erg internationaal is, doen er dus ook bedrijven uit Leeuwarden mee. Eigenlijk staat deze hele dag in het teken van verbinding. Verbinding van studenten met de industrie, hè? Met, uh, met het werkveld. Verbinden van alumni met het werkveld, werkveld weer met, uh, met de studenten en het alumni en natuurlijk elkaar. Uh, zitten daar ook nog uh, hotels uit Leeuwarden bij? Ja, Post Plaza is hier is een van de hotels in Leeuwarden die hier uh, aanwezig is. Ja. Nogmaals de ophef rond de inperking van parkeervergunningen. Ondernemers geven aan daar niet blij mee te zijn. Gisteren spraken we met binnenstadmanager Hajo Galema over de problemen die parkeren in de binnenstad oplevert. Wethouder Thea Koster legt uit waarom de gemeente deze keuze heeft gemaakt en wat er precies is veranderd voor ondernemers met een auto in de binnenstad. We hebben een aantal jaar geleden besloten dat we vinden dat de ruimte in de binnenstad beschikbaar moet zijn voor mensen die onze stad bezoeken. Dus voldoende parkeerruimte voor bezoekers. Want die besteden hier het geld. En toen we alle parkeervergunningen omgingen zetten in elektronische vergunningen, kwamen we erachter dat sommige bedrijven ongelooflijk veel vergunningen hadden. Bedrijven waar tien mensen werken, tien vergunningen bijvoorbeeld. En daarvan hebben we gezegd dat neemt zoveel plek in in de binnenstad. Dat willen we gaan veranderen. Officieel in onze verordening staat dat, dat je twee per bedrijf mag hebben. Behalve als je een hele mobiele functie hebt, dus aan bezorgen doet bijvoorbeeld, dan krijg je er meer. En we gaan alle bedrijven aanschrijven en aangeven dat we ons echt aan die regel gaan houden. Dus niet meer tolereren dat ze meer dan twee hebben. De gemeente wil dus meer ruimte maken voor consumenten in de binnenstad. Koster begrijpt echter ook de bezwaren van de ondernemers. Ja, dat snap ik ook heel goed, uh, want het is een soort luxe positie geweest in het verleden. Uh, maar we willen ons er ook bewust van zijn dat we steeds meer bezoekers naar onze stad halen. 2018 uh, zal helemaal uh, overlopen van bezoekers. En die willen we heel graag een plek geven. En volgens mij zou je als ondernemer ook blij moeten zijn dat die bezoekers hun centen hier uit gaan geven. En uh, we bieden gewoon goede alternatieven. De ondernemer kan voor de helft van de prijs in de parkeergarage staan. Uh, we bieden soms ook alternatieven in de buurt. Als er uh, parkeerplaatsen zijn uh, op een centraal parkeerterrein wat dichterbij ligt... dan zijn we wel bereid om daar een arrangement voor te maken. Dat hebben we ook al een aantal keren gedaan. Uh, dus ja, we proberen wat maatwerk te leveren. Ik snap dat het vervelend is, maar uiteindelijk ja, dient het volgens mij wel het doel van iedereen. Om ondernemers tegemoet te komen, komt de gemeente met een aantal vervangende maatregelen. Ondernemers hoeven dus niet buiten de stad te parkeren. Nou, volgens mij hoeven ze niet, uh, niet per se buiten de stad te, uh, te parkeren, want we hebben genoeg uh, ruimte waar. Uh, ze terecht kunnen als je kijkt naar het WTC-gebied bijvoorbeeld... maar ook parkeergarage Hoekste End, parkeergarage Oosterstraat. Dat zijn parkeergarages die veel leeg staan... waar we niet veel bezoekers naartoe krijgen. Dus ja, daar is ruimte genoeg. Dus hoeveel maar niet zo heel erg ver. Maar soms is het wel, wel misschien eens even vijf minuten lopen. En dat is anders dan direct voor de deur. Dus ik begrijp ze heel goed. Het was een luxe voorziening die we nu toch al terugdraaien... Naar, naar twee vergunningen per, per bedrijf. Uh, het is even door die zure appel heen bijten... maar volgens mij is ons gedeelde belang wel... Dat al die bezoekers gewoon een plekje houden hier in de stad. Een deel van de frustratie bij ondernemers komt omdat de gemeente voorheen minder streng controleerde of de afgegeven parkeervergunningen wel terecht zijn toegekend. Daar wordt nu strenger op gecontroleerd. Nou, A was er minder zicht op. Hè. Toen we alles elektronisch hebben ingevoerd, dan kun je heel goed zien welke vergunningen op welk adres zijn aangevraagd. Soms werden vergunningen wel door verschillende mensen aangevraagd, maar op één adres. Nou, dat is veel moeilijker te zien als je dat niet elektronisch beschikbaar hebt. Dus toen we dat elektronisch invoerden, kwamen we erachter dat er heel veel op dezelfde adressen zaten. Dat was een eerste element. En een tweede is dat we zien dat onze stad zich echt ontwikkelt. We trekken veel bezoekers, nu met Almatadema bijvoorbeeld, maar ook in 2018 als culturele hoofdstad. En dat maakt de urgentie ook groot. Om ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk gewoon gaan parkeren op de plekken waar het moet. Aquazoo Friesland is vorige week verrast met de geboorte van een Peruaans zwartkop-doodshoofdaapje. Doodshoofdaapjes worden zelden in het najaar geboren. Moeder en baby maken het goed. Peruaanse zwartkop-doodshoofdaapjes komen in het wild uitsluitend in Peru voor. Deze apen leven in groepen van ongeveer 25 tot 50 dieren. Aquazoo Friesland is vorige week verrast met de geboorte van een Peruaans zwartkop doodshoofdaapje. Doodshoofdaapjes worden zelden in het najaar geboren. Moeder en baby maken het goed. Peruaanse zwartkop doodshoofdaapjes komen in het wild uitsluitend in Peru voor. Deze apen leven in groepen van ongeveer 25 tot 50 dieren.